Moet ik? Nee, moet ik wat mee doen? Ik denk dat ik hier wat mee doen. Moet ik hier wat mee doen? Ik heb geen idee. Flow 100 rol. Waarom gaat het niet open? Ik ben nu hier zo. Ik heb geen flow in ogen. Oh, ik ben een bit safe group, oké. Dan ben je net voorbij zeker. Ik ben nu aan de bovenkant van plateauje naar plateauje aan het springen met smackies. Dan gaan we hier op, zo. What the fuck, en dan? Ik heb geen idee wat ik nu moet doen, namelijk. I am lost, I am scared. Daar kom ik vandaan, toch? Ja, what the fuck, ik heb geen idee wat ik moet doen. Waar moet hierheen? Ja, gevonden. Je moet die twee skeletjes doodmaken en dan Sponsifico gebruiken. Of ben je daar al voorbij? Daar ben ik al voorbij, Daniel. Oh, je moet even... Kut, hoe? Oké, ik ben nu bij een kamer met 3 vuurkrabben. In een bakje moeten. Dat wil ik ook zeggen. Zeker nog, volgens mij ben ik daar niet. Echt waar? Nee, ja. Nee, kut. Het zijn er 4 trouwens, het zijn er niet 3. 4? Oh ja, ik zie, er zit hier ook nog één. Hallo. Jij hier. Sterf, demon. Sterf. Sterf. Kom op, Rick, je kan het. Als ik nou eerder finish dan jij, ben ik in de theorie gewoon 3 keer eerder gefinished. Alleen in de praktijk krijg je wel 2 keer de punten. Zeg maar. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt mij niet uit. Het gaat om de fun, Rick. Helemaal niet. Denk je echt dat het om de fun gaat? Serieus, Daniel? Ja. En mij wel. Oké. Ik heb ze trouwens in een bakje gedaan. Oh, kut, kut. Nassiehoer.com had ik makkelijker naar halen trouwens. Nassiehoer.com, zou die website bestaan? Als die niet bestaat, zou ik veel leuk vinden als mensen die gaan maken. En mij die gaan doorsturen. Ik weet niet of ik naar door moet gaan of daarin. Oké, daar moet ik in. Kut. Nassiehoer. Ik weet serieus niet waar je nou heen moet. Moet je hierin? Bij dat, die kamer die openstaat met dat kistje? Of moet je juist verder gaan gewoon op die bladen? Volgens mij moet je gewoon verder gaan op de bladen. Ik ga gewoon verder op de bladen. Ja, ik ging er dus in en toen ging ik dood. Volgens mij moet je daar niet in. Nee, daar moet je niet in. Nee, daar hoef je niet in te gaan. Als het goed is, krijg ik dadelijk, dan moet ik dit doen. En dan krijg je weer zo'n ding en dan moet je van zo'n... Ja, oké, dat heb ik nu ook, ja. Kut, dan heb je al even de gelijkmaker. Mooi. Ik heb wel geholpen. Help elkaar, weet je. Dat was heel glitchy. Zit er even op. Ja, Sponsifico, dat ik wou net zeggen. Kut, ik glitch heel raar. What the fuck, Ron? Ron doet echt niet serieus gewoon. Hoezo niet? Dat kost de tijd, dat kost de tijd. Ga door, Ron. Pak hem, Ron! Fucking Ron wil die carpet retractor niet doen. Ja, Ron wil die carpet retractor niet doen. Waar ben je dan? Fuck! Bij die ronddraaiende dingen? Ja, fuck, ik ben weer beneden. Ik ben nog steeds met die eerste Sponsifico aan het kloten, want Ron is aan het... Oh, dit gaat naar beneden. Waarom gaat dit naar beneden? What the fuck krijgen we nou? Oh, zo, ja, oké. Oh, ik moet die dingen eerst doormaken, zeker, denk ik. Oké. Wat ben je aan het doen dan? Die impjes door dat maken hier. Ja, oké, dat ben ik nu ook. Ron, doe niet zo moeilijk. Oké, ik heb mijn skeletje. Ik heb geld. Kut, jij bent nog 2. Ik heb nog 2 impjes hier. Replay, exit, dankjewel. Kom op, ga open. Ja, dank je. Domme, ik ben echt boos nu hoor. Kijk dadelijk uit. Dat is 1 tipje dat ik kan geven. Kijk dadelijk uit. Wat bedoel je? Wanneer je het hebt gehaald, komt er een optie wat je niet wil klikken. Ja, klopt. Replay. ik denk, eventjes rustig naar kijken voor het geval dat. Ja, dat heb ik ook gedaan. In plaats van overhaaste beslissing te maken. In plaats van per ongeluk, oeps, ja, nee, oeps, oké. Wacht. Nom, ik ben een konijn. Nom. Oh, uitkijken, Daniel. Wat moet je? Hier kun je ook fouten maken, hoor, met het konijn. Hop, daar ben ik. Yes. Oké, ik ga nu richting het tweede ding toe. Ik ga nu richting het derde toe. Tak. Cola. Kak. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk dat ze nog steeds spreuken van het tweede deel er ook in hebben gezet. En je moet er wat, hè? Anders heb je van jou met Flipendo's het ook in deel 2, Daniel. Allemaal. Ja, nee, klopt, maar dan nog. Ik bedoel, van de meeste dingen zijn nog overgegaan. Dat bedoel ik te zeggen. Maar dan een van die dingen zoals Wingardium Leviosa had je heel makkelijk in Harry Potter 2 kunnen doen. Yep. En deel 3. En deel 3. Ja, waarom doen ze dat niet? Is dat een leuke spreuk? Dat is gewoon leuk. Die leuke spreuk is hartstikke leuk. Ik lach ervan in een deuk. Gaf ik Hermelien maar een neuk. Ja, een echte neuk of een neppe neuk? Een echte. Ik ga nu naar het schildje toe. Oké, ik ga nu het draakje erbij halen. De spanning stijgt. De spanning op mijn plasser stijgt naar 5 kilometer. Je, ik heb geen idee welk schildje ik bedoel. Ja, van nog wat konijnendeel. Oh, dat pakt niet eens op, hoor. Fuck dat. Ja, ik doe echt geen 100%, anders had ik het sowieso niet gehaald. Ik weet echt niet waar alles is, man. Jij hebt het wel een keer vaker gehaald, 100%. Ik heb in mijn let's play 100% gedaan zelfs. Ja, natuurlijk, ik niet.
Ik heb nu een draakje erbij, als het goed is. Bee. Yes. Ik weet niet wat dat voor is, maar ik zou het wel moeten proberen. Je gaat in mijn stoppen. Ga er godverdomme doorheen, kutding. Zo, okay. Nou, dat is ook weer gedaan. Hopelijk hoefde ik dat niet te doen daarnet, want anders ben ik nu genaaid. Ik hoop echt dat het moest. Ja, maar dan heb je het waarschijnlijk ook niet gedaan. Wat? Daarboven die dingetjes. Die tuinen? Ja, in die tuin. Maar dat is niet nodig volgens mij. Er zit toch zo'n ding die aan moet? Dat moet voor mij, hè? Ik weet niet, tot nu toe niet. Dus. Weet je dat wel zeker dat het moet? Ja, dat ben ik genaaid, maar goed. Nee, ik heb hem gedaan in ieder geval. Oh, nee, hoeft niet. Hoeft inderdaad niet, nee. Er zit nog eentje. Nee, kut. Nee, daar ben ik tijd kwijtgeraakt. GG. Oké, doorheen gaan. Daar doorheen gaan. Rustig. Ja, wat doe jij? Gebruik je een spatiebalk voor of rechter muisknop? Ja, spatiebalk. Ik vind het fijn om een muisknopje te gebruiken. Mijn dat je sowieso al met je muis beweegt. Of ik in ieder geval. Ja, maakt me echt heel weinig uit. Ik beweeg trouwens met ASWD. Ja, ik ook. En met muis. Ik ben dus al tijd verloren maar naar dat dak ging. Dat vind ik dan weer minder. Ja, daarom zei ik het ook nog. Voor het geval dat het... Ja, maar ik ging gewoon even van... Ja, toch even wel. Draak, ga er doorheen. Goed, zo goed, zo goed, zo draak. Oké. Wat doe jij nu allemaal zo, Daniel? Ik heb nu een vuurtje gedaan. Boy. Ik kan nu... Ik heb... Oké. Nu een vuurtje gedaan. Dit is hem niet, oké. Dat is weer niet alles, blijkbaar. Oh, ik heb wel... Oh, kut. Dat was ook verkeerd. Exit final exam. Harry Potter! Godverdomme. Dat is echt niet goed. Gaat niet goed, dit Daniel. Dit is de moeilijkste challenge. Omdat ik je altijd gewoon rondkloot en dan... Ja, ik ben nu fucking aan het aankutten met die draak. Want voor mij heb ik nu geen vuurbal voor die laatste. Er is er eentje voor die laatste, geen probleem. Oh, er is er eentje, ook in de laatste kamer is er eentje. Heb je zojuist het hele stuk al gedaan? Dan loop je flink voor, hoor. Ja, ik heb alles al gedaan. Maar er is een vuurbal op de laatste. Je hoeft eigenlijk gewoon niks te doen tot die laatste. Ja, ik heb dus al nu alles al gedaan. Al die andere twee ook al gedaan. Verdomme. Maar dat is dus niet nodig, dat zei je. Nee, dat is jammer. Oh, oké, daar moet ik nou heen. Oh, daar heen. Oké. Okay. Hey, safe boekje oppakken voor het geval dat hij dadelijk weer crasht. Hallo! Kutbeest, het was achter een muur. Imp valt op mijn hoofd, dat is niet handig. Nee, BAM! Je bakkes, hoer. Nou, ik heb hem nu pas gehaald, dus dat is een keer. Nog niet eens, nu heb ik hem gehaald. Je loopt niet heel ver voor, hoor. Je loopt wel redelijk ver voor, hoor. Een beetje. Niet heel ver. Ik kan wel een beetje haast erachter gooien bij meneer Potter. Harry Potter, dat is een mooie naam, Harry. Is het trouwens het einde hierna? Ja, toch? Volgens mij wel. Kut. Kut. Ik heb geen idee om eerlijk te zijn. Volgens mij wel, voor mij is dit het einde. Ik denk het wel. Niet. Ik hoop het. Kom Daniel, val. Ja, ik ben nu met die kikkertjes bezig. Kikkertjes, ik noem die altijd kikkers, maar het zijn gewoon schildpadden. Oh, daar al? Ik ben nog op de glijbaan. Ja, daar loop ik een klein stukje voor. Als je een beetje geluk hebt met die impjes die meteen gooien, dan loop je een stukje in op mij, denk ik. De spanning stijgt. Dit is toch wel een stuk betere race, of je nou wint of niet. Het is gewoon een stuk betere race, vind ik persoonlijk. Ik ben nu bij de impjes. Ik heb er nu 3. Je moet hier altijd alle schildjes pakken, jammer genoeg, maar... Oh, ben je bij de stuk dat je 3 impjes hebt? Oké. Ik heb nu 3 schilden bedoel ik. Oh, kut. Ja. Alle schildjes oppakken. Kom op, gooi even schild. Gooi een ding. dat bedoel ik. Dus dat is zo kut. Oh, lol, ik sta stil. Ik ga niks gooien, lol. Ik heb... Oh ja, kut. Heb jij echt al 3? Verdomme. Loop je echt voor, hoor. Vind je het niet leuk? Dat vind ik op zich wel leuk. Vind je het niet leuk? Ik moet nu die schild... Heel veel smaakjes. Het regent smaakjes. Lekker. Ah! Yes, smackies. Verdomme Rick, waarom doe je zelf dit aan? Waar heb jij dan zo erg ingehaald? Ja, oké, ik heb best wel gevaar bij die draak. Maar die draak. Aan het doen was. Ja, kut. Maar zoals ik zei, daarom zei ik ook, volgens mij hoef je die niet op te pakken. Nou, volgens mij wel! Sorry hoor. Kun je al gelijk hebben, hè? Sorry man, het spijt me. Oh, nog meer van die kut-impjes. Oh, godverdomme. Nou, gelukkig gooien ze nu wel dingen, blijven ze niet stilstaan. Daar ben ik op zich wel blij om. Kut-krap. Ik heb mezelf echt genaaid dat ik je heb aangeboden dit over te doen. Maar nu krijgen we wel meer races, hè? Ik wil niet veel zeggen. Als ik dit win, als we geen gelijkspel doen. We kunnen sowieso meer racen, ongeacht wat de uitkomst is. Natuurlijk, als mensen het leuk vinden. Als jij het ook leuk vindt. Ik vind het in ieder geval wel leuk. Wat de fuck moet ik wachten? Oh, dat regent smackies, oké. Het regent smackies. Dan loop je niet heel ver achter. Ja, wel meer dan 10 seconden. Dat wel.
maar dat is plus minus 10 seconden. We zullen zeggen, weet ik, we zien wel dadelijk na het opnemen hoe lang het is. Als het dan meer dan een halve minuut is, oké, dan is het geen gelijkspel, man. Hoppakee. En ik maak een fout. Oh, snackies. Oh, juist, het regent smackies. En we hebben het gehaald. Exit van niks. Ja, 100%. Niet 100% dit. Hoppakee. Daniel heeft één keer als allereerste gewonnen. Hij heeft sowieso 2 punten. Jee. Kijk hoe lang jij erover doet. En anders staat het nu 2-2. Ik moet echt stoppen met mezelf naaien. Spanning stijgen, jongens en heren. Jongens en heren, dames en meisjes. Want dan gaan we even kijken wat we dan gaan racen. Ik heb geen zin in Harry Potter, dat weer ik. Ik heb er geen zin in. Ik vind het echt lame als we alleen die dingen gaan doen, maar dan is het echt 3 parts. Dan is dat de moeite niet. Dan kunnen we beter bijvoorbeeld 7 en 8 racen. We doen of het spel helemaal, of we doen hem niet. Ja. En als jij zegt dat je dan helemaal niet mee gaat doen, door gewoon stil te staan, dan is dat jouw probleem. Dan win ik maar gewoon. Hebben we hem tenminste gedaan. Nee. We zullen zien. We gaan nog even kijken hoe het gaat. Ik ben nu thuis met bezig met naar boven gaan. Ik vind dat je gewonnen hebt. Fair and square. Gigi. Good game. Dankjewel dat we nog een keer opnieuw moesten. Dankjewel dat je hebt gewacht een paar keer vanwege de game crashed. Eigenlijk, ik heb mezelf alsnog wel genaaid. Ja, maar dan nog. Ik bedoel, dit is wel een stuk beter race. Ongeacht of je nou, zoals ik zeg, ongeacht of je wint of maar niet. Maar ik heb ervoor gewonnen! Ja, maar dat was een kut race. Ja. Eigenlijk verdien ik het punt wel gewoon, zeg maar. Ik zou hier 1 punt voor moeten krijgen en ik 2, want ik werk 2 keer van je. Ik weet niet waar je het over hebt. Maar oké, ik geef je punt. Oké, we hebben het goed gedaan. Jij hebt het ook goed gedaan. We hebben goed gereced. Goed gereced. Zal ik het nu even zeggen? Anders, wat zouden jullie willen zien dan voor een race tussen ons nog? Ongeacht of het nou Harry Potter is of niet. Ik ben op zich best wel geïnteresseerd wat jullie willen zien voor races. Of nou het Harry Potter is, Star Wars is. Wat dan ook, behalve als het nou geen GTA of Skyrim gaat zijn, want dan gaat het echt zo'n 100.000 parts worden. Ja, dat is niet handig. En Skyrim heb ik sowieso nooit echt gespeeld, dus dat ben ik sowieso. Gewoon een spel dat je kan uitspelen, zeg maar. En een beetje snel. Binnen 5 uur. binnen 2 het liefst. We kunnen dus, Porto racen, maar Porto is echt iets van, dan moet je echt, als je dat gewoon een keer oefent en de ander niet. Dat is gewoon echt precies weten wat je moet doen, dus dat is niet echt heel leuk om te racen. Misschien in Harry Potter, maar voor 7 en 8 kan je op zich een redelijk racen. Misschien zoiets ofzo. En ondertussen heb je schouder spel aan het 100% in de tussentijd. Ik weet precies uit mijn hoofd waar ik allemaal heen moet namelijk. Bah. Nou, zullen we dan stoppen of... Nee, ik ben lekker specifiek... Oh ja, kut. Ik ging niet helemaal scooten hier. Oké, kak! Zo. Hier een mooie ding. In ieder geval bedankt voor het kijken. Laat me zo in de comments zien. Misschien top Reddit comment, maar dan gaan we... Nou, we kijken wel. Laat dan eens een suggestie achter voor een game die jullie ons graag zien racen. En dan wensen wij jullie nog een fijne dag toe. En hopen jullie weer terug te zien in de volgende aflevering van iets. Ja. Dinosaurus.com.